Hi, in deze video kijk ik naar de Samsung Neo QLED QN86D uit 2024. De QN86D heeft aan drie van de vier randen een mooie dunne rand en dat oogt lekker strak. Verder staat de televisie op een zeshoekige voet in het midden. Nou, qua beeldkwaliteit beschikt de tv over de Quantum Matrix, een combinatie van QLED en mini-LED. Hierbij zorgen hele kleine LEDjes voor een nauwkeurige aansturing van de achtergrondverlichting voor een mooi contrast. En QLED zorgt voor 100% kleurvolume, wat inhoudt dat de kleuren zowel in de donkerste als in de meest heldere gedeeltes van de televisie behouden blijven. Nou, de tv heeft een piekhelderheid van 1500 nits. De tv wordt aangestuurd door de tweede generatie NQ4 AI processor die de beeldkwaliteit optimaliseert en lage resoluties, zoals regulier tv in Full HD, zoveel mogelijk upscaled naar de 4K resolutie van de tv. En dat doet hij door middel van AI. Voor de gamers beschikt de televisie over 4 HDMI 2.1 poorten, waardoor je dus kunt gamen in 4K op maximaal 120 Hz. Je hebt een lage input lag van minder dan 5,8 milliseconden, ondersteuning voor ALLM, VRR, FreeSync Premium Pro en Cloud Gaming apps. Hierdoor kun je via bijvoorbeeld Nvidia GeForce Now of Xbox Game Pass gamen op je televisie en heb je daar geen console of pc voor nodig. Slechts een internetverbinding en een controller die je draadloos kunt verbinden met de tv. En met de gamebar zie je real-time info zoals framerate en kun je instellingen die belangrijk zijn voor games snel aanpassen. De AI Auto Game Mode herkent het spel dat je speelt en stelt de beste instellingen voor die genre automatisch in. Met Multiview kun je maximaal 2 schermen naast elkaar bekijken en daarbij kun je kiezen tussen live tv, een HDMI-ingang, een tv-app of de gespiegelde inhoud van je smartphone. Ja, scroll bijvoorbeeld door YouTube op je televisie en houd tegelijkertijd daarnaast de voetbalwedstrijd op tv in de gaten of gebruik picture-in-picture. Voor PC-gamers is het zelfs mogelijk om extra wide te gamen in zelfs 32:9 en daarboven tegelijkertijd de chat op je telefoon open te hebben staan. Of gebruik de zoom-in-functie om een zone uit je game vergroot weer te geven. Qua geluid ondersteunt de televisie natuurlijk Dolby Atmos en kan die samenwerken met een Samsung soundbar. Als zowel de televisie als de soundbar over Q-Symphony beschikken, zullen ze samen gebalanceerd geluid geven, waardoor het geluid intenser wordt. Nou, verder heeft de televisie Object Tracking Sound Light, waarbij het geluid van de televisie objecten op het scherm volgt van links naar rechts bijvoorbeeld. Nou, de televisie produceert het geluid met 40 watt speakers en heeft 2.2 kanalen, dus hij heeft ook 2 woofers voor een iets betere weergave van lagere tonen. En met Adaptive Sound Pro past hij het volume aan het lawaai in de kamer en aan de genre content die je aan het kijken bent. Dus bijvoorbeeld gaat de speelgoedterrein van de kinderen aan, dan gaat de stem van de nieuwslezer automatisch ook omhoog. Het smartplatform is Tizen van Samsung zelf. Ja, nieuw zijn de 3 tabbladen die ervoor moeten zorgen dat je sneller bij iedere soort content komt. Bijvoorbeeld tabblad Discover, dat brengt je het snelst bij wat je direct wil kijken. Bovenaan de voor jou aanbevolen zenders van Samsung TV Plus. En we zien daar eigenlijk meer van in het volgende tabblad. Daaronder je gedownloade apps. En daaronder kijksuggesties uit verschillende apps zoals Netflix of Prime Video. Op het tabblad Live vind je een overzicht van de reguliere televisiezenders. Zoals Nederland 1, RTL 4. Een combinatie met Samsung TV Plus zenders. Dit zijn gratis zenders die je bij de televisie krijgt in de categorie films, nieuws, documentaires, sport, koken, muziek en nog meer. Je hebt de keuze uit meer dan 100 zenders. Op het tabblad Apps vind je al je gedownloade apps en kun je zoeken naar nieuwe apps. Overigens is het streven van Samsung om elke app binnen 2 seconden te starten nadat je hem opent, wat een groot pluspunt is voor de bedieningssnelheid. Dan heb je nog Daily Plus, het platform waar je de televisie als hub gebruikt in je smart home. Zo bedien je je slimme apparaten vanaf je televisie, zoals je robotstofzuiger, wasmachine, smartlampen en je gordijnen, zolang het maar samenwerkt met SmartThings of Matter. Ook kun je je PC, Mac of je Samsung telefoon koppelen aan de televisie om zo op het grote scherm te werken. Nou, makkelijk is dat die Microsoft 365 ondersteunt, dus dat je dat ook direct op de televisie kunt gebruiken. Het systeem en je gegevens zijn overigens beveiligd met Samsung Knox tegen onder andere datalekken. En dit is de meegeleverde afstandsbediening, de Solar Cell Remote. Hij is lekker compact met alleen de noodzakelijke knoppen, wat echt prima werkt. Hij heeft ook enkele snelkoppelingen naar de grotere streaming apps. Verder is hij mooi dun en werkt hij, vrij uniek, op zon- en kunstlicht
of kun je hem opladen via de USB-C-poort. Ja, het is mijn favoriete afstandsbediening. Hij is namelijk lekker compact, je hebt geen batterijen en je kunt de navigatieknoppen en de volume- en de zap-knoppen op de tast vinden, zodat je je ogen in ieder geval op het scherm kunt houden en je ook niet hoeft te zoeken tijdens een filmavond in het donker. Mocht je op zoek zijn naar een tv met een betere beeldkwaliteit, kijk dan ook naar de Samsung QN90D met onder andere beter surroundgeluid en een hogere helderheid.